Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 29 september 2015. Dit is het bulletin van dinsdag. Iedere dinsdagavond vindt vanaf 8:30 de D-Star-ronde plaats. Dat is dus vanavond, hè. Vandaag vindt de ronde voor het eerst plaats op XRF-088B. De XRF-reflectors zijn reflectors waarvoor je je niet hoeft te registreren. De reden om de DCS-reflectors te verlaten is dat meerdere mensen moeite hadden met het besluit om een registratie voor gebruik van DCS-reflectors verplicht te maken. Die verplichting komt op het moment dat eigenlijk verwacht werd dat bij het andere platform voor D-Star, D+, CQUS Trust, de verplichte registratie voor gebruikers zou worden afgeschaft. De registratie die nu moet plaatsvinden is niet nodig als je al voor het DMR-netwerk geregistreerd bent. Om met bijvoorbeeld de DV-dongel of een DV-mega van XRF-reflectors gebruik te kunnen maken, is het nodig dat die werkt met een recente versie van bijvoorbeeld de G4KLX-software. In dat geval gaat het met name om de IRC-DDB-gateway. Bij G4KLX is dat vanaf versie van 20 augustus van dit jaar. Hetzelfde geldt overigens voor repeaters die ook met de nieuwste software moeten werken om het gebruik van XRF mogelijk te maken. Overigens is sinds een paar weken de registratiemogelijkheid voor D+, US Trust, weer helemaal hersteld. Registraties zijn weer mogelijk bij zowel PI1-UTR, PI1-HWB als PI1-HGL. Ook is het mogelijk om je bestaande registratie weer aan te passen. Dit kan alleen bij de repeater waar je geregistreerd hebt. De beheerders zijn aan het kijken of het zinvol is om alle registraties in Nederland voor dit Amerikaanse netwerk op één server te concentreren. Via PI1-UTR zijn momenteel ongeveer 700 D-Star-gebruikers op dit tot nu toe in Nederland niet vaak gebruikte netwerk geregistreerd. Op PI1-HWB zijn dit er 250 en op PI1-HGL ongeveer 100. Eventuele problemen met je registratie kun je mailen aan admins@pi1utr.nl. admins@pi1utr.nl. Een nadeel bij de registraties op dit netwerk was in het verleden dat deze alleen lokaal bewaard werden. Vandaar ook dat je alleen op de eigen repeater je registratie kunt aanpassen. Dat betekende ook dat als een repeater ermee stopte, dat iedereen die zich daar geregistreerd had, zijn registratie vervallen zag en zich vervolgens opnieuw moest registreren. Vervolgens hadden ze dan maximaal 48 uur ook geen toegang tot het netwerk. Dit is onder andere gebeurd toen de Amersfoortse repeater PI1DSA vanwege een hardwarewijziging moest stoppen met de daar ingevoerde registraties. Het lijkt erop dat de huidige registraties in elk geval bij enkele stabiele repeaters plaatsvinden. Enfin, vanavond dus vanaf 8:30 de D-Star-ronde op XRF-088B. Je kunt je ook present melden via D-Rats en via de website www.nlreflector.nl. De uitslag van de ATV-contest van september is bekendgemaakt. Winnaar is PE1 Alpha Sierra Hotel, nummer 2 is PA3 Charlie Golf Golf en nummer 3 is Papa Echo 1 Echo Zulu Uniform. Nadat Kees PE1 November Kilo Tango jarenlang de winnaar was en zelfs dermate veel punten wist te behalen dat als hij 1 of 2 keer niet zou meedoen hij nog steeds zou winnen, moest Kees in de september-contest de eerste 3 plaatsen aan zich voorbij laten gaan. Over de 3 contesten die dit jaar geweest zijn, heeft PNNKT echter nog steeds zoveel punten vergaard dat hij ongetwijfeld over geheel 2015 wederom niet te kloppen is. De meeste deelnemers gaat het overigens om de activiteit en niet zozeer om de knikkers, maar het is toch leuk om te zien dat er beweging in zit. Met name veel activiteit is er geweest op banden die niet zo gebruikelijk waren, zoals 70 cm, 9 cm en 1,2 cm. De volledige uitslag is te vinden in de rubriek VHF en hoger op de site www.veron.nl bij het kopje contestuitslagen. Volgende ATV-activiteitenweekend vindt plaats op 12 en 13 december van dit jaar. Hamnieuws.nl meldt dat op de eerste dag dat bekend werd dat voor de registratie als zendamateur betaald moest worden, er 123 amateurs hun registratie lieten intrekken. De dag erna deden nogmaals 101 amateurs datzelfde. Hamnieuws houdt dagelijks bij of het aantal amateurs in Nederland groeit, krimpt of gelijk blijft. Overigens groeit het aantal amateurregistraties in Nederland nog steeds, ondanks dat bij veel amateurs en ook bij veel buitenstaanders het beeld bestaat dat dit aantal sterk afneemt. Volgens Hamnieuws werd op 23 april van dit jaar de 14.000ste amateurroepnaam uitgegeven, dat was inclusief de clubcalls. In totaal waren er op 27 september al 223 opzeggingen, dus aan de toename kan door de nieuwe maatregel snel een einde komen. In the early hours after the tsunami, it was ham radio that was on the air, saving lives. When Florida was ripped by hurricanes, the hams were there. In the critical moments after the attack of 9/11, it was the hams who coordinated emergency messages. When disasters strike, the hams are ready. Ham radio works when other communications don't.